De rust binnen Esther Stichting is terug. Minister Uraikit Ramsaran bezocht de stichting afgelopen woensdag, waar is medegedeeld dat de coördinator van het tehuis, die de functie van beleidsadviseur, terug wordt geroepen naar het bureau van het ministerie. De voorzitter van het stichtingsbestuur zal waarnemen als leidinggevende binnen de stichting. Ramsaran heeft aangegeven dat bewoners en personeelsleden voorstellen mogen doen voor het aanpakken van zaken binnen het tehuis. 37 IEM-imkers van Koroni en Nikeri hebben gisteren een training betreffende Hazard Analysis Critical Control Point gevolgd. Deze training werd verzorgd in het district Koroni door de afdeling Bijenteelt van het ministerie van LVV. Het hoofddoel van de training is om te voldoen aan de internationale normen om toegang tot de markt te krijgen. Aangezien voedselveiligheid een belangrijk aspect is van voedselproductie en verwerking, is bewustwording en training van groot belang om te kunnen voldoen aan internationale normen. Het tarief voor stroom is niet veranderd en is nog steeds 1,43 per kilowattuur. Zo reageert directeur Dave Abeleven van de Energieautoriteit Suriname, EAS, op insinuaties alsof de organisatie van mening is dat de consument 3,83 SAD per kilowattuur moet betalen voor geleverde energie. Directeur Abeleven legt uit dat de kostprijs voor stroom momenteel 3,62 SAD per kilowattuur is. Het verschil wordt opgevangen middels subsidies door de overheid en dividendverrekening vanuit staatsolie.